Nee, het mag niet. En dat betekent dat wij, net als bijvoorbeeld afgelopen weekend bij de horeca, wel hebben moeten optreden. En dat doen we eigenlijk in Amsterdam, maar ook in alle andere steden, ongeveer op dezelfde manier. En dat kwam er op neer dat een aantal theaters, een concertgebouw, een museum, musea, een waarschuwing hebben gekregen. Een formele waarschuwing. En dat betekent dat als het zich herhaalt, dan moeten ze dicht voor een week. Ja. Maar goed, jullie moet je als burgemeester doen. Zijn pas 2 jaar dicht. Ja. Ja. Maar jullie wisten dat het voor 1 dag was. Er zijn ook burgemeesters die hebben gezegd, nou, ik handhaaf niet. Hadden jullie nou niet gewoon eigenlijk met z'n allen kunnen zeggen, we laten dit even. Had je daar niet veel meer goodwill mee kunnen kweken dan dat je toch die waarschuwing gaat geven? Ja, kijk, het probleem is dat dan het hek van de dam is. He, want de dag daarna en de dag daarna, er is gewoon zo'n behoefte aan een ventiel, aan mogelijkheden om weer op te kunnen treden. Ja, maar alsof wij dit nog een keer kunnen doen. Dat, als het een verdienmodel is, dit is gewoon, nee, dat snap ik ook. Geld, ja. Maar kijk, ik vind dat wij als burgemeesters niet moeten helpen om de chaos verder te vergroten. Dus wij hebben de regels die uit Den Haag komen gewoon te handhaven. En dan heel demonstratief dat gaan gedogen, dat vind ik ook heel lastig, tegenover andere sectoren. Dus dat kan niet. We handhaven dan wel met redelijkheid. Maar er zit natuurlijk gewoon een ander probleem achter. En ik denk dat we het veel meer daarover moeten hebben. En dat is dat de regels eigenlijk niet meer geloofd worden. En niet te begrijpen zo zijn. Ongeloofwaardig aan het worden zijn, dat daar echt een probleem is. Wat vinden jullie dus zelf?